Joost Ruttenberg. 11-2, wie had dat verwacht? Niemand. Nee, dat denk ik niet. Nee. Ja, je hoorde achteraf dat er waren 8 spelers niet aanwezig. We hoorden in de rust en nu zeiden tenminste dat er 8 niet aanwezig waren, dat ze er 8 misten. Nou ja, weet je, met 8-0 achterstand denk ik dat iedereen zoiets zal zeggen. Ik weet niet of het echt zo is, maar ja. Het is misschien ook wel een puntje van de stand, zeg maar. Ja, als je in één helft 3 doelpunten scoort, dan heb je een hat-trick. Ja, een zuiveren. Men zegt wel eens van 2 en eentje in de tweede helft, maar dat is geen hat-trick. Dit was een echte hat-trick. Het is een zuiveren. Was je er blij mee? Ja, tuurlijk. Je gaat weer een klein plekje omhoog in de topscorerslijst. Dat is nog het enige waar ik zeg maar... Maar je hebt er 4 gemaakt, hè? Ja. Dus dat zal er wel meerdere plekjes zijn. Dat is nog echt iets waar ik en Stan uit Stan Prins, die spelen er ook echt nog voor. En voor de rest is er niet zo heel veel meer te spelen. Eigenlijk alleen de topscorerslijst. En ja, dat is iets leuks. Nou ja, ik denk, nou ja, jullie gaan nog door. Dadelijk kunnen we 20 gaan tekenen. Ja, dat hadden we ook wel gehoopt, hoor. Maar op een gegeven moment is het ook op, hè. Het is hartstikke warm. Het ging eruit. Waarom? Dat weet ik niet. Oh, hij heeft gewoon gewisseld vanwege, nou ja, publiekswisser. Zoiets, misschien, denk ik. Maar ja, als je nou kijkt in de hele resultaten wat jullie nou behaald hebben, dan had je toch eigenlijk een veel beter resultaat moeten hebben. Want jullie begonnen zo goed in de competitie. Ja. Ik weet ook niet helemaal waar het fout gegaan is. Misschien een beetje in het team, inside, liep het al een beetje stroef. Denk ik naar mijn gevoel. En zo'n wedstrijd als vandaag, ja, dan zeggen we gewoon van tevoren van, joh, ga lekker voetballen. Weet je wel, gun iedereen het beste. Ik denk dat ook gewoon te zien is met de stand. Ja, de klak kwam er eigenlijk een beetje in de wedstrijd hier, thuiswedstrijd tegen KRB. Maar er was een wrijving. Daar is het inderdaad een beetje begonnen. Eigenlijk een beetje bij, hoe heet die club ook weer, van Jotti. Bij tegen VVW? Ja, daar is het naar mijn mening een beetje begonnen. Maar ja, er stonden we natuurlijk met 3-0 voor en dan verlies je met 4-3. Hoe kwam dat? Ja, dat is voor mij is het al een tijdje geleden. Geen concentratie? Misschien ook. Misschien denk ik van, we staan al 3-0 voor, dat is mooi. Ja, ik zou het niet durven zeggen. Nou, volgend seizoen weer derde klas. Jullie staan natuurlijk stevig nu in de derde klas. Ja. Wat denk je er zelf van? Volgend jaar misschien betere resultaten? Misschien, ja... Ik durf het niet te zeggen. Misschien... Het hangt er vanaf wie er blijft, hoe er gaan. En dan zien we wel verder. Wat denk je er zelf over? Over hoe het volgend jaar gaat lopen? Of je weggaat of blijft? Dat durf ik nog niet te zeggen. Wordt er wel aan je getrokken? Ja. Maar ik weet het nog niet. Of ik blijf, weet ik niet. Of ik wegga, weet ik nog niet. Ik heb nog een paar weken. Oké, nou, dus. Misschien toch weer terug naar Hollandia? Nee, Hollandia gaat het niet worden. Die zit er niet tussen. Oké, nou, dan misschien nou Strandvogels, misschien Erke Edo, komt er misschien niet op de Valken. Misschien zelfs HSV Sport, dan krijg je hier nog leuke derbies. Maar de Blokkers is eruit. En dan blijven jullie eigenlijk in wezen over alleen. Ja. Voor Horen. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ja, we zien het wel. Periode zit er ook niks meer in. Nee. Het is inderdaad het is nu allemaal geen derbies meer. Om Des de Keizersbaard verder. Juist. Volgende week tegen SCW. SCW. En als laatste nog VVW, toch? VVW nog. En dat is volgens uit. Mij, ja. Is dat thuis? Nou, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Nou, Jotti zal nog schrikken van deze uitslag. Ja. Nee, ik weet het niet. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Ik weet het programma weet ik nooit zo heel goed. Oké, nou ja, dat zien we nog wel. Precies. Hey, ik zou zeggen, een prettige zondag. Ga lekker onder de douche en geniet van deze overwinning van 11-2-2. Gaan we doen.